Wat vind je van de schaatsbaan? Ik vind hem leuk. Kom je elke dag? Nee. Waar woon je? Ik woon eigenlijk in Duitsland, maar mijn oma woont hier in Breskens. Hoe heb je leren schaatsen? Nou, ik skiller ook vaak thuis. Dus schaatsen is eigenlijk niet zo'n probleem. Wat vind je van de schaatsbaan? Leuk en mooi. Kom je uit Sluis? Nee, uit Breskens. Oké, en kom je hier vaak? Nee. Hoe heb je leren schaatsen? Ik heb het net geleerd. Oh, gaat dat zo snel? Ja. Wat is uw band met de schaatsbaan? Ik ben onder meer bestuurslid van de middenstandsvereniging in Sluis. Ik zit in de evenementencommissie en die heeft deze schaatsbaan gerealiseerd hier in Sluis. Hallo. Morgen is de laatste dag. Hoe is het verlopen? Tot nu toe? Heel succesvol. Er zijn bijna alleen maar positieve reacties. Het is ook heel druk geweest. Je kunt dat zien. Het is net zo druk als vandaag. En prima. Het was hartstikke leuk en een groot succes. Hoeveel mensen denkt u dat er geweest zijn? Oh ja, duizenden. In de eerste week hadden we al ruim 500 schoolkinderen uit West-Zeeuws-Vlaanderen. En daar zijn er echt honderden per dag bijgekomen. Ik denk dat we nu om en nabij de 5000 schaatsers hebben mogen ontvangen. Groot succes dus. Ja, dat vinden wij wel. We zijn er heel erg blij mee tot nu toe. Maar we hebben vorig jaar in dezelfde periode hebben op het water van de Kaai ook een schaatsbaan gerealiseerd. Alleen dat was geen kunstijs, dat was kunststof. En dat schaatsende toch heel anders. Dat was eigenlijk meer voor de kleintjes en voor de kinderen. Deze keer hebben we echt ijs. En nu zien we dat ook veel oudere kinderen, maar ook volwassenen en ook opa's en oma's er gebruik van maken. Ja. Oké, dus dat nodigt al uit om volgend jaar hetzelfde te doen? Wij hopen het wel, ja. Ik moet zeggen, het is geen makkelijk traject geweest om het voor elkaar te boksen op de markt hier. Maar gezien het succes hopen we wel dat we er een vervolg aan kunnen geven volgend jaar. Ja, heel graag. Is het financieel ook een beetje rond te krijgen? Want ik denk dat het veel energie verbruikt. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Het is, de energiekosten aan zich, dat is ook al een aanzienlijk bedrag. Zonder de medewerking van bijna alle ondernemers in Sluis in de vorm van echte financiële bijdrage, zonder de sponsoring, zouden wij dit niet kunnen doen. Want er zit echt wel een heel groot verschil tussen het bedrag wat we ophalen met kaartjes verkopen voor de ijsbaan en het bedrag wat het eigenlijk allemaal kost, zo'n schaatsbaan. Maar dit jaar is dat gelukt. En als het een beetje mee zit, hopen we dat dan volgend jaar dankzij die financiële bijdrage weer voor elkaar te krijgen. Er zijn in ieder geval veel mensen die er plezier aan beleven. En ik merk dat het niet alleen de bevolking van Sluis is. Nee, absoluut niet. Sowieso van over de grens, die hier natuurlijk niet zo ver vandaan is. Ook uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen zien we veel gezichten. Maar ook de toeristen die er natuurlijk deze periode van het jaar zitten. Er wordt ook veel Duits gesproken. Dus ik denk inderdaad dat het breder is dan alleen de bevolking van Sluis of Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Dank u.